Hallo dames en heren, hartelijk welkom terug bij No Limits 2, aflevering 18. We zijn er weer. Eindelijk, het heeft een tijdje geduurd, maar jullie weten goed genoeg dat ik examens achter de rug al heb, gelukkig. En ik krijg binnenkort mijn rapport, dat is aankomende maandag. Ik zit dus terug op mijn gemakje achter de PC om No Limits op te nemen voor jullie. Ik heb er weer ontzettend veel zin in om terug in te vliegen. En dat gaan we doen met de volgende achtbanen. De Plutonium. Wat zit nou weer van naam? Een Duitse naam of zoiets lijkt me net. En Revolution. Maar beginnen doen we met de Plutonium. En mijn laptop had wel erg veel moeite met het inladen vandaag. Want het duurde echt ontzettend lang. Dit is natuurlijk uitgeknipt, dat weten jullie. Maar we zitten ondertussen in de achtbaan. Ik ben benieuwd. Het is een paarse baan met geel ondersteuning en wij zitten in een rood kant. En het is een vrij lange baan heb ik dit voor. En het gaat hier ook wel best hoog. En best snel. De toetakeling gaat om 19 per uur, maar dat schuift niet bij over. Maar ja, die niet al te veel bloepingen zijn kan verwachten, want dit is zeg maar een, ja, moet je een giga achtbaan, like de Go Light. Dit type baan zit. We zijn er nu onderdeel de onderstructie door de constructie. En we gaan hier zeer snel naar om. Allemaal door om te betalen. Voor een dunnertje. Het stom, dunnertjes die vind ik raar. Die ja, verpesten een beetje het uitzien. Dat is best is het ook. Ik heb een bal gedaan, maar ik ben al boven op de hoofd. Maar toch, het is beperkt. Maar daar gaat het niet om. Ik draai me om de achtbaan. Maar ook een beetje om het in te zetten. Een beetje, ja, niet al te kaal zeggen. En dit is niet, nu is het niet geval al te kaal. Het is best, dus dat was ik ook. Flinke drops en dalingen doen, zoals jullie kunnen zien. En zonder controle gewoon een Akinator online. En ook een heel tutorial. We gaan verder. Even een stil drinken. En alles komt terug online. Voilà, 7 uur is het nu altijd 1 uur voor behalve nu om zondag, dat zal maximaal de avond zijn om 7 uur en de grote tutorial zal wel vroeger komen. Ik heb geen vakantie officieel, ik heb mijn rapport ook nog niet, dat krijg ik pas nu maandag. Ik heb nu maandag staat dat ik ga naar school voor het einde van de tijd, dus ik ben kwart tot 4, dus dat is de gewenste wat ik. Ja, en het is best een lang baantje eigenlijk, maar ik denk dat wij nu wel aan het einde kunnen gaan zijn. En dat is het juist om schieten in te hebben. Zo. Dat ging ook in een keer boem. Gaan we dit nog. Nou, het is een zeer leuke achtbaan. Grote constructies zijn hier ook. Al voor de toetakelingen van een hele grote constructie. Die bocht heeft een hele grote constructie. Dan hebben we hier een heel lange tunnel. Maar ik vind die tunneltjes eigenlijk wel stom. Dat is eigenlijk, in mijn dingen zou ik het weglaten. Ik zou er geen tunneltje zetten. En ook die tunnels op het einde, dat is wat jammer. Want ik vind dat, ja, je kijkt gewoon tegen het zwart aan. Dat vind ik jammer. Maar de Plutonium is een zeer geslaagde achtbaan. De volgende coaster die we gaan doen is de wacht, ik heb het weer uitspreken, hè. Q-dicht. Of zoiets. Ik kan niet goed uitspreken, maar we gaan hem doen. We gaan hem even inladen en ik kan hem proberen, hè. Q-dicht. Of zoiets. We gaan hem bekijken. En de Q dicht, of hoe je het ook moet zeggen, is geladen. We gaan hem bereiden. Ik ben benieuwd. En daarna, ja, volgens mij krijgen we een lanceercoaster. Ik denk van wel. Ik denk toch dat we een lanceer. Oh nee, toch niet. Ik dacht echt dat we een lanceercoaster gaan krijgen, maar het begin. Denk, jawel, we krijgen toch een lanceercoaster, heb ik de indruk. Hier staat een heel rare constructie staan. Hier staan allemaal rare dingen constructie. Shy. Up. Ja, we krijgen een afschiet van. Nice, dat is al een tijdje geleden. Ik zie wel dat hier een heel paal doorgaat en nog een. Maar ja. In één keer worden we afgeschoten en heel vertrokken. In deze achtbaan. We gaan in één keer van baan kleur wisselen. We gaan naar een ander stuk. Een heel baanstuk.
zijn normale karretjes en een stukje rem in het schuin staat. Het is een hele stuk constructie heel raar, vind ik. Die looping door de looping. Die loop. En dan gaan wij onder de remmen door. Door de looping. En wat krijg ik nu een dalingje. Kort bij de grond af. Onder het tunneltje. Een beetje door de centrale op de baan. Dan gaan we weer een bordje maken. De volgende door de daling met een kopje. Ja, dingen en dan komen we alweer aan bij het station. Die remmen hebben we blijkbaar geen werking ofzo. Oh, we zijn nog niet bij het station. Nee. Gewoon nog een looping. En dan schieten wij weer in de remmen. Van deze auto. En hij rijdt met twee treintjes. Nee, met drie zelfs. Een zwart, een oranje en een paars. Oké. Ik vind het raar dat er een hele constructie staat. Maar de baan ziet er wel op, maar ik vind het heel raar dat hier een hele constructie staat. Die dan ook weer door het station heen komt. En ja, een beetje raar allemaal. En hier staat zelfs een mannetje op een bezem of zo. Ik vind heel veel, er zijn allemaal dingen in de weg. Om zo te zeggen. Maar toch een hele gelukkige achtbaan, dat zeker. Een lanceercoaster. De laatste die we gaan doen is de Revolution. En ik ben benieuwd. Want we gaan dus terug in de tijd. Dat denk ik toch. En Revolution is geladen. Ik denk niet dat wij de Revolution moeten verwachten op Mobiland. Nee, dat klopt. Dat is hem niet. Het is een andere. Maar dan met de naam Revolution. Ik zie wel wit. Dat vind ik jammer. Helemaal wit. Dat vind ik een beetje stom. Witte, en dan zijn de kaartjes toch geel. Maar een heel witte baan. En dat, ja, vind ik wat jammer. Qua kleur vind ik dit toch wel wat jammer. Ik ben benieuwd wat wij nog voorstot krijgen hier in Revolution. Ja, we gaan nog steeds een stukje met de taxi. En dan gaan we nu naar de baan. Over. En een beetje schuin naar onder. We hebben een heuveltje. We gaan langs het station af. Weer een heuveltje. Vervolgens door een schuine daling. Een bochtje. Waar het weer omhoog gaat. Weer door de boom. Een stukje remmen. En dan maken we weer een daling. Met een looping tot gevolg. We gaan over de baan heen. Ja, dat ook maar net. Maar dat maakt wel een beetje spannend. Goed, vervolgens hebben wij een bochtjeswerk omhoog en terug omlaag. Gaan we denk ik door een tunneltje hierheen dadelijk. Ja, door een tunneltje gaan we. Dan gaan we door de looping. En dan gaan we denk ik naar het station toe. Nee, naar één laatste spiraal. En dan komen we nu wel aan bij het station van de Revolution. Ik zie hier straks nog een karretje rijden en dat is een rood karretje. Dus we zijn met twee treintjes. Draait deze allemaal met twee treintjes dus. Een heel erg leuke achtbaan vind ik toch zelf ook. Nu, ik ga deze toch niet laten winnen. Eigenlijk is het jammer dat de baan helemaal wit is. Maar daar ga ik het niet op pakken. Ik ga toch voor die afscheid achtbaan denk ik. Voor de Kudrig. En dan zet ik Plutonium als tweede en Revolution helaas als derde. Ja, de kleur was een beetje saai. Dat vond ik echt saai helaas. Maar Plutonium is een heel erg leuke achtbaan. En die Kudrig vind ik, ja, moet ik zeggen, maar zo Kudrig is ook een heel erg leuke achtbaan. En ik vond het is lang geleden dat we nog een afscheid achtbaan hebben gehad. Maar ik vind het een rare naam ook voor een achtbaan. Maar ja, het is iets van duizend of zo afgeleid. Mijn dames en heren, ik dank jullie voor het kijken. Jullie mogen jullie eigen mening achterlaten in de comments. En als jullie nog sites hebben met leuke achtbanen, laat dat ook even achter, want ze zijn ook bijna op. We hebben nu nog tot mapje 20 en dan moet ik hier nog alles bijvullen, maar we hebben eigenlijk nog best wel achtbanen staan. Maar toch, ze komen ook ooit op. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Laat jouw eigen mening achter en dan zie ik jullie bij de volgende video terug. En dat is zaterdag, niet morgen, maar zondag bij Akinator en een nieuwe Bulk Turn. Dames en heren, tot de volgende keer.